Elke zelfrespecterende gamer heeft wel eens van de Battlefield-serie gehoord. Een serie die bekend staat om epische multiplayer slagvelden. Met het nieuwste deel slaan ontwikkelaar DICE en uitgever EA een nieuwe richting in. Maar is dit wel de juiste voor deze franchise? Battlefield 1 heeft zijn naam te danken aan zijn setting. De titel gaat verder terug in de tijd dan dat de serie ooit gegaan is. Deze game speelt zich namelijk af tijdens de Eerste Wereldoorlog. Ook al is het daardoor best grappig bedacht dat deze game een 1 aan het einde van zijn naam heeft, toch vind ik het een super slechte titel. Ik bedoel, we hebben inmiddels meerdere cijfers in de reeks gehad. Battlefield 3, Battlefield 4. En dan ga je voor het nieuwste deel ineens een 1 erachter zetten. Was WWE niet hipster genoeg of zo? Anyway, deze setting is tof gekozen, dat dan weer wel, omdat het nog niet in veel games is gebruikt. Een realistische weerspiegeling van het tijdperk. Dat hoef je alleen niet te verwachten, want ik ben absoluut geen historicus of zo, maar ik geloof niet dat wapens uit 1914 tot 1918 zich op deze manier gedragen. Ze reloaden te snel, ze schieten te accuraat en ook gewoon te snel. Ze schieten te snel. Er zijn slagvelden waarin gasten met vlammenwerpers naast paarden rennen, omsingeld door tanks. Iets wat ik me niet zelf kan herinneren uit geschiedenisboeken. Maar het boeit ook niet echt. Ik vond het zelf vooral interessant om wapens te zien, die in deze game dan, die voorlopers waren van het arsenaal uit de Tweede Wereldoorlog. En die wapens hebben we heel vaak gezien en dan zie je nu een soort van oudere variaties erop. En dat vind ik dan wel leuk. De setting wordt optimaal gebruikt in de singleplayer campaign. Battlefield heeft niet echt een goede reputatie als het gaat om deze mode. De campaigns voor Battlefield 3, 4 en Hardline waren allemaal erg kort en nog een cliché. Deze keer heeft DICE de campagne opgesplitst in een aantal mini-verhalen, war stories, die elk een ander front toelichten. Zo speel je als een gast uit een tankploeg in één verhaal, maar speel je een piloot van een vliegtuig in een andere. Door middel van cutscenes proberen ze deze mensen nog wat persoonlijkheid mee te geven. En dat lijkt bij de een wat beter te lukken dan de ander. Het is absoluut geen must om deze missies te spelen, want qua gameplay is het allemaal zo simpel als wat. Een echte tutorial voor de multiplayer is het ook niet, want daar verschilt de sfeer en de flow van de game te veel voor. Wat ik wel kan zeggen over de singleplayer is dat het op een briljante manier demonstreert hoe godschuwelijk mooi Battlefield 1 is. Het aantal details is ongekend. En uiteraard zagen we deze wijze van beeldgebruik ook al in Star Wars Battlefront, maar hier weet de Frostbite Engine net iets beter zijn benen te strekken. De rookeffecten, omgevingen en de schade die toegebracht kan worden aan gebouwen. Ik zat daarvan echt te genieten. Misschien wel iets te veel, maar daar kom ik zo meteen op terug. Battlefield 1 speelt in vele opzichten als zijn voorgangers als het gaat om de online multiplayer. Er zijn verschillende modi, waaronder Team Deathmatch, War Pigeon, beter bekend als Capture the Flag, maar dan net iets anders, en Domination. In Rush Mode speel je als een verdedigend of als een aanvallend team. Elke keer als het aanvallende team een punt scoort, valt het verdedigende team een deel van de map terug. Dus een soort van de linie die verandert. Dit principe wordt uitgebreid in Operations, waarin dit principe ook telt, maar dan over meerdere matches achter elkaar en met grotere gebieden. Persoonlijk vind ik deze mode, de Operations, niet zo geslaagd. Met name omdat een volledige Operation-campagne best lang kan duren. De manier om Battlefield te spelen, als je het aan mij vraagt, dat is via de Conquest mode, waarin je gebieden moet overnemen en deze zo lang mogelijk moet vasthouden. In Conquest zijn er geen restricties als het gaat om voertuigen. Het is eigenlijk alles wat gewoon in de game zit, Battlefield, dat zit in deze mode. Als je de strijd ingaat, heb je de keuze uit 4 klassen. Assault, die recht toe recht aan wapens heeft om anderen uit te schakelen. En vaak heeft deze ook anti-tank wapens bij zich. De Medic, die is bedoeld om anderen in leven te houden of omhoog te helpen. Support, deze kan je medesoldaten ammo laten bijvullen en kan bijvoorbeeld vriendelijke tanks snel repareren. Mocht je spannen in een voertuig, dan kan het zijn dat je een aparte loadout hebt gebaseerd op dat voertuig. En als laatste is er ook nog de Scout en die is gespecialiseerd in snipers. Voor al deze klassen zijn wapens en gadgets te unlocken. Deze kan je aankopen met War Bonds. Dat zijn punten die je krijgt als je een level omhoog gaat. Sommige wapens hebben ook een specifieke rank nodig van een klasse voordat je met die kan spelen. Het proces van nieuwe dingen unlocken gaat net iets te langzaam voor mijn gevoel. Ook omdat je voor vele wapens meerdere variaties hebt. Maar dat ik niet heel veel unlock, dat kan ook komen omdat ik echt fucking slecht ben in deze game. Maar echt, ik word continu kapotgeschoten.
Dat heeft onder andere te maken met de immersie die deze game heeft. Alle kogels vliegen om je heen. Vaak genoeg voelde alsof de dood veel te spontaan kwam. Maar zo ging het ook in die oorlog, weet je wel. Ik zat af en toe gewoon echt verstopt. Hey, help, ik durf hier niet weg. En als ik dan uiteindelijk ging rennen, ging ik ook weer dood. Fuck. Het is ook best wel logisch, want de grootste maps die hebben 64 spelers, 32 versus 32, die met elkaar oorlog aan het voeren zijn. Tactisch dus door de map bewegen en echt goed kunnen spelen, dat vereist heel veel oefening, maar ook heel veel communicatie met je squad. En in een squad zitten, dat is eigenlijk de sleutel om Battlefield goed te kunnen spelen, om er succesvol in te zijn. Je kan bijvoorbeeld bij je squadmates, en dat is heel simpel, gewoon aanklikken in het selectieschermmenuutje. Dan kan je bij teammates gedropt worden, je kan elkaar objectives geven en je ziet gewoon waar je squadmates altijd zijn. Ik moet helaas zeggen dat ik niet met vrienden Battlefield 1 heb kunnen spelen en deze ervaring is veel minder dan met. Dit geldt eigenlijk wel voor elk spel, maar goede coördinatie met je squad, dat is dus cruciaal en dit is nou eenmaal lastiger met vreemde mensen. Dat merk je onder andere op de manier hoe vele squads zich gewoon over de hele map verspreiden. Ja, dat is niet handig. Ook in de voertuigen. Zo heb je bijvoorbeeld een heavy tank, waarin in totaal 5 man kunnen zitten. Een hele squad, met een kanon aan bijna elke kant. Dat is hartstikke handig, maar helaas is het zo dat de meeste bestuurders dan alleen maar letten op wat zij zien en niet wat hun teammates doormaken. Dus dan gaat een heavy tank een beetje aan zijn randje staan, een beetje mensen kapot schieten. Terwijl die anderen daar een beetje zo zitten in hun kanonnetje. Ja, ik zie niks. Ja, fucking boring. Dus ja, die stappen dan uit en dan worden ze doodgeschoten. Je kent het wel. Dat soort frustraties komen nou eenmaal vaker voor in een game als deze. Sowieso vind ik het hele voertuigsysteem een beetje raar in elkaar zitten. Je hebt dus tanks, je hebt motoren, je hebt paarden, je hebt vliegtuigen. Die zijn super lastig te besturen. Zet mij nooit in een vliegtuig, want ik crash hem. Alleen het is niet meer zo dat deze voertuigen bij je thuisbasis spawnen. Nee, je moet nu een voertuig selecteren in je spawnscherm. Dus als je doodgaat, dan krijg je de map voor je en vanaf daar moet je een voertuig selecteren. Dit betekent dus dat, nog erger dan voorheen, dat voertuigen gewoon voor je neus weggejat worden. En dat maakt het dus ook weer lastiger, nog lastiger, om te coördineren met je squad. Mijn speelervaring met de Battlefield 1 multiplayer was dus nogal gemengd. Het hangt er heel erg vanaf wat voor type squadmates ik krijg en in welk level ik gedropt word. Want er zijn zat levels waarin zowel voertuigen als soldaten bewegingsvrijheid hebben. Die zijn tof. Maar er zijn zeker ook levels waarin dat niet het geval is. En die zijn voor mij het meest frustrerende. Omdat dan allerlei sniperplekjes onthouden en een soort van gokwagen of je over een groot veld moet rennen. Dat is dan een must, want er zijn dus niet zoveel voertuigen. Mocht je nou achterstaan met je team, dan krijg je op den duur een behemoth. Dit is een groot voertuig, zoals een zeppelin of stoomtrein, die de hele boel kapot kan schieten. In theorie is het super tof, alleen omdat je voertuig best wel groot is, kan deze ook makkelijk geraakt worden door alle anti-voertuigwapens. Dus uiteindelijk maakt het bijna geen verschil. Sta je achter en een spante behemoth, nou misschien maak je daar een paar cheap-ass kills mee, maar dat is het dan ook wel. Het spotsysteem is ook veranderd, maar ik weet niet echt waarom of hoe. In elke Battlefield game kan je namelijk op de Q-knop rammen, op de PC, want daar heb ik het op gespeeld, om een vijand uit te kunnen lichten. Voor wat voor reden dan ook werkte dit voor de helft van de tijd bij mij niet. Er zal wel een cooldown op zitten of iets in die trant, maar ik vond het heel vervelend, want de zichtbaarheid is hierdoor nihil. Dit komt overigens ook door de vele grafische effecten die de game heeft. Met puin die rondvliegt, veel detail in objecten, vuur, rook, etc. Het is gewoon een lastige zaak om vijanden goed te kunnen zien. Uiteraard weet ik dat ik super slecht ben in het spel. Maar zelfs met dat besef is Battlefield in je eentje vaak super frustrerend. Sommige maps zijn gewoonweg te groot en de omstandigheden te willekeurig om echt een verschil te kunnen maken. Hierdoor bestonden mijn speelsessies uit 1 of 2 potjes, omdat ik het daarna echt wel weer zat was. Continu kapot geschoten worden en dan ga je weer rennen en dan probeer je dat weer. Dan ga je bij een squadmate spawnen, die gaat dan weer een andere kant op en dan denk ik, ja what the fuck hé. Battlefield 1 is technisch ontzettend indrukwekkend. De graphics en sound design zijn fucking prachtig en het draait op de PC geweldig. Er zijn zat modi aanwezig, de singleplayer is best wel leuk en het is gewoon wel goed. En mocht je heel specifiek willen zijn, dan is er zelfs een serverbrowser. Dus ook aan dat soort dingen is gedacht. En de setting, die biedt ook nog eens enige vernieuwing met zich mee, want we hebben nooit zo'n grote AAA-game gezien in de Eerste Wereldoorlog.
Maar als ik moet kijken naar de algemene gameplay, dan vind ik het erg lastig. Ik weet nogmaals dat ik noob ben en dat ik nogal een kort lontje heb bij games waar ik continu kapotgeschoten word. En dat ligt dus ook zeker aan mij, maar ook al voor een deel aan de game. Want ik kon er gewoon daardoor niet zo heel erg van genieten. Ondanks dat ik het wel wil, want gewoon alle pracht en praal, het is geweldig. Dit is dus absoluut een game waarbij je een paar online vrienden moet verzamelen. Want dan kan je een squad vormen en dan is het een heerlijk slagveld die je gewoon compleet meetrekt in zo'n oorlog. Voor zowel nieuwkomers als veteranen is Battlefield 1, met vrienden in ieder geval, iets waar je makkelijk tientallen uren in kan stoppen. Hallo medegaming geeks, wat tof dat je hebt gekeken naar mijn Battlefield 1 review. Wil je meer zien van dit kanaal? Dat kan natuurlijk. Abonneer dan eventjes, we hebben je steun hard nodig. Klik ook op een van deze andere video's om nog meer te zien. Maar wil je echt al onze content checken? Graag ga dan naar onze website www.gamergeeks.nl.